Goedemiddag, van harte welkom bij dit webinar over de nieuwe CAO glastuinbouw. Mijn naam is Diana Eleveld en ik ben adviseur bij de werkgeverslijn Land en Tuinbouw. Onze excuses dat we vandaag wat later zijn begonnen. We moesten nog een aantal zaken voor elkaar maken zodat de vragen hier binnen zouden kunnen komen bij mij. Dat is inmiddels geregeld, dus we zijn helemaal klaar om van start te gaan. We gaan beginnen om de mensen hier een tafel even voor te stellen. Dan geef ik jou eerst het woord, Ilse. Ja, goedemiddag, Ilse Lensink, eerste onderhandelaar CAO namens Plantum, LTO Nederland en Glastuinbouw. Dankjewel. Nou, mijn naam is Peter Loef, werkzaam voor Glastuinbouw Nederland en verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van CAO, onder andere. Ja, dankjewel. Zoals gezegd, deze webinar gaat over de nieuwe CAO glastuinbouw die onlangs is afgesloten doordat het aanbod van werkgevers is geaccepteerd door de vakbonden. Ik refereerde er net al even aan, het is mogelijk om vragen te stellen. Dat kan via de chatfunctie die jullie in beeld zien. Heb je vragen, stel ze ook gerust. We hebben vooraf ook al heel veel vragen gekregen en die zullen we ook zoveel als mogelijk vandaag tijdens dit webinar behandelen. Nou, rest mij nog om aan te geven dat dit webinar wordt georganiseerd met de partijen die hier aan tafel zitten, Glastuinbouw Nederland en Ilse namens de partijen, ook met ondersteuning vanuit Plantum en met financiering van Colland Arbeidsmarkt. We gaan even kort kijken naar het programma die we vandaag willen doorlopen en we trekken daar ongeveer 45 tot 60 minuten voor uit. We gaan het allereerst hebben over de totstandkoming van de CAO, even kort het proces nog even doorlopen. Dan gaan we nader in op de zaken die te maken hebben met de verhoging en de eenmalige uitkering. Gaan we verder naar de toeslagen zoals die in de nieuwe CAO zijn overeengekomen. En tot slot een aantal punten en ook het vervolg. Waar kun je als werkgever nu op rekenen? Dus dat is wat we gaan doorspreken vandaag met elkaar. Peter, wil ik graag bij jou beginnen, tot standkoming van de CAO. Dus we gaan even helemaal vooraf beginnen. Wat kun je daarover vertellen? Weet wat je zegt, hè? Als je mij de ruimte geeft. Ja. Ja, weet je. En het heeft 2 jaar geduurd. En het heeft 2 jaar geduurd. Ja. Ik kan 2 jaar lang praten. Kun je kort iets over vertellen, Peter? Ja. Het begint eigenlijk bij het eindbod van 19 voor de CAO ingaan. Ja, 2020 hebben we een eindbod gedaan. Eerste eindbod voor de CAO. Dat hebben de vakbonden toentertijd afgewezen en wij zaten als werkgeversorganisaties onderling al heel lang in een discussie rondom die CAO. Van ja, wat willen we nu? Willen we nog wel een CAO? Hoe gaat dat nu? Hij is zo ingewikkeld, hij moet een stuk eenvoudiger. Hebben we vorige keer al geprobeerd en wat gaan we nu doen? Dus we zaten met elkaar al in een heel lastig proces om tot een eindbod of tot een bod en een eindbod te kunnen komen rondom die CAO. Toen de vakbonden dat eindbod hebben afgewezen, toen hebben we eigenlijk direct gezegd, ook met name vanuit Glastuinbouw Nederland, omdat daar in die ledengroep die discussie ook vooral zat, laten we een heel eigen traject beginnen om te kijken of we met elkaar tot een helderder standpunt kunnen komen over wat we nou van die CAO verwachten en hoe we dat zien. Ja. We hebben een heel intensief traject gehad waarin we bijna om de 2 weken met een groep ondernemers bij elkaar zaten. Ik wil ook groot compliment op voorhand al maken en dank zeggen aan alle ondernemers die betrokken zijn geweest in dit proces om tot een CAO te komen, een ondernemersgroep die daar met 25 man mee bezig is. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we inderdaad een CAO willen. Ook dank aan Plantum en LTO Nederland dat wij ruimte kregen om die discussie met elkaar te doen. Ja. We hebben de vakbonden weer uitgenodigd om informeel te verkennen en aan te geven wat wij hebben gedaan, hadden gedaan en waar de gevoeligheden lagen. En toen zijn we heel langzaam aan het formele proces weer begonnen. Ja. Omdat toch ook heel van onze leden vroegen, ja, potverdikkie, die CAO die is al heel lang niet. En de mensen die hem op de loonlijst staan hebben heel lang geen verhogingen gekregen. Ja. De arbeidsmarkt verandert. Mensen op het wettelijk minimumloon die krijgen iedere keer een verhoging. En wij blijven maar achter voor onze vaste wensen. Ja. Van wat kunnen we daar nou niet wat aan doen? Ja. Nou, toen zijn we het CAO-proces begonnen. Met een vertrekpunt aan de voorkant waar we al, als het gaat om de redactie, het vereenvoudigen met de vakbonden al wat gesprekken hadden gevoerd. Dus ja, we hebben ook het vertrouwen ook weer langzaamaan kunnen opbouwen. Ja. En zijn we het formele traject gestart en zijn we gekomen tot een eindbod. Nou ja, inmiddels is dat geschiedenis en hebben we met elkaar een overeenkomst. Ja, precies. En dat is waar we het ook nu over gaan hebben. Ja, dus echt een langdurig proces, maar er is dus wel heel veel gebeurd achter de schermen. Ja, en dat is het moeilijke in zo'n CAO-proces, hebben we 3 jaar geleden toen we hier zaten ook gezegd. Heel veel dingen kun je ook niet communiceren met de leden die daar wel om vragen. Dus dan krijg je dus ook een gat tussen wat de leden kijken, wat zijn jullie nou met elkaar aan het doen daar? Ja. En het interne proces wat echt wel, wel intensief met elkaar, heel intensief met elkaar geweest. En ook wel heel belangrijk voor de sector. Ja, precies. Ja, dus voor de buitenwereld is dat niet altijd zichtbaar. En die kijken tegen een gat, zeg maar, van 2 jaar dat er geen CAO was.
Maar goed, die is er nu inmiddels wel. Dus daar gaan we het ook verder over hebben. Over die nieuwe CAO en wat daarin is afgesproken. Ilse, wil ik graag aan jou vragen over de loonsverhogingen. Wat is er over de loonsverhogingen afgesproken in de nieuwe CAO? De nieuwe CAO zijn twee loonsverhogingen. De eerste is op 1 januari 2022 van 3%. En de tweede is op 1 oktober van 2,5%. En daarnaast per 1 januari een bruto eenmalige uitkering van €500. Ja, en waarom is die eenmalige uitkering afgesproken? Die is afgesproken omdat er al zo lang geen CAO is. En een stukje demping van het totaalpercentage om tegemoet te komen aan de wens van de werknemers. Ja, oké. Okay. Die verhoging die is afgesproken, geldt die ook voor alle werknemers die onder de CAO vallen? Nee, we hebben natuurlijk een uitzondering van mensen die verdienen boven bruto SV-loon. Ja. Dus dat is een kleine €60.000 per jaar en daar geldt die niet voor. Daar geldt die niet voor, nee. En Peter, jij gaf het net al even aan van in de tijd dat er geen CAO was, kwamen er wel veel vragen van ondernemers die zeiden, wat moeten we nu doen? Want de lonen voor ons vaste personeel staat stil. Er zijn volgens mij werkgevers die daar dus vooruitlopend op die nieuwe CAO een vrijwillige verhoging hebben gegeven of een voorschot. Wat adviseer je dan aan die werkgevers? Wat we geadviseerd hebben in het voortraject, we hebben ook daar informatie over aan de leden verstrekt. Je kunt allerlei manieren medewerkers blijk geven van het feit dat je nog hen extra wilt belonen. We hebben ook een documentatie verspreid, dat je een bonus kunt verstrekken, eenmalig. Alles ook om te voorkomen dat het als een reguliere verhoging van het loon werd ervaren. Want op het moment dat je een loonsverhoging afspreekt via de CAO, dan ga je verhogen over het feitelijke loon, wat we net ook al zeiden. Dus we hebben die werkgevers ook aangegeven, zorg nou dat als je dat wil doen, wat we kunnen begrijpen, dat je een voorschot verstrekt en dat je dat ook schriftelijk aan de werknemers bevestigt dat het een voorschot is. Ja. En dat wanneer er een nieuwe loonsverhoging via de CAO wordt afgesproken, dat je dat terugvordert en dan is een vorm van terugvorderen is verrekenen. Ja. Maar dat je dat wel dus schriftelijk moet hebben vastgelegd. Heb je dat niet gedaan, dan gaat het dus over de verhoging van het feitelijke loon en betaal je dus over het loon wat je de werknemer betaalt. Ja, erbovenop. Erbovenop, dus eigenlijk. Ja, precies. Ja. Maar er zijn in de voorlichting die er ook naar de leden van Glastonbouw Nederland is geweest, is er ook wel dus besproken dat het mogelijk is om met voorschotten bijvoorbeeld te gaan werken, waarin je en het informeren van medewerkers, waarin je dan nu eventueel wat mogelijkheden hebt. Ja. Om dat te verrekenen met elkaar. En we hebben daarin ook conceptbrieven aangereikt van hoe je dat zou kunnen doen. Ja, oké. Okay. Ja. Er komen bij de werkgeverslijn ook best wel veel vragen en opmerkingen binnen over van hoe kan het nou dat er februari bekend wordt dat de lonen met ingang van 1 januari verhoogd moeten gaan worden. Want dat vergt echt wel heel veel van ons qua administratie. En verkijken de mensen zich daar niet op die aan de CAO-tafel zitten? Hoe zien jullie dat? Nou, ik denk niet dat wij ons daarop verkijken, maar de wens was wel heel nadrukkelijk om daarbij aan te sluiten bij de WW-verhoging die ook op 1 januari is. En vandaar dus ook de loonsverhoging per 1 januari. Ja. En dat zal in een aantal gevallen betekend hebben dat mensen dat nog niet hebben gedaan en dat ze dan moeten corrigeren. Ja. Dat klopt. Ja. Ja. Ja, maar daar is wel ook bij stilgestaan en over nagedacht. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Dan wil ik het even hebben over de overgang van loongebouw B. In het eindbod staat dat er wat aanpassingen nodig zijn. Wat kun je daarover toelichten, Ilse? Ja, in principe gaat 1 juli gaat het oude loongebouw A vervallen. En het loongebouw A is voor mensen die al in dienst waren voor 2005... Uitgangspunt daarbij is dat de werknemers natuurlijk niet in loon achteruit kunnen gaan. Dus wat een werkgever en samen met zijn werknemer dan moet doen, is opnieuw inschalen in welke komt hij terecht. Ja. Stel dat dat dezelfde is, dan schuif je hem door naar loongebouw B, naar het loon dat het hetzelfde of hoger is. Ja, in dezelfde functiegroep. In dezelfde functiegroep. Ja, precies. Ja, ja, als de functie hetzelfde is. Ja, ja. Dat betekent in de hogere schalen dat ze vervolgens dan doorgroeien mogelijkheden hebben totdat ze aan het einde van de nieuwe loongebouw het nieuwe schaal zitten. Bij de lagere loonschalen betekent dat ze er
dan wel op achteruit zouden gaan. En daarbij is het verschil van wat ze nu verdienen en wat ze in het nieuwe loongebouw gaan verdienen, dat wordt een persoonlijke toeslag. Dus die behouden ze dan. En de indexatie geldt dan niet voor die persoonlijke toeslag. Dus de verhoging zeg maar van 1 oktober van 2,5% gaat dan over het basisloon van het loongebouw B, maar niet over dat stukje persoonlijke toeslag. Oké. En dat wordt ook op deze manier vastgelegd in de nieuwe CAO-tekst die jullie aan het schrijven zijn. Want het is dus per 1 juli, dus niet per 1 januari. Want dat is ook nog wel eens wat discussie over van per wanneer? 1 juli. 1 juli. Ja, 1 juli. En die exacte regels komen dus straks in de tekst. Ja. Nou, dan zie ik dat er al vragen gesteld worden ook over de eenmalige uitkering. Dus dat is het volgende onderwerp waar wij naar gaan kijken, Ilse. Mm-hmm. Je zei volgens mij al, het is een bruto uitkering. Ja. Dus €500 bruto. Is dat bedrag ook eventueel naar rato voor bijvoorbeeld parttime medewerkers? Ja, dat bedrag is, ik zou bijna zeggen, uiteraard naar rato. Een werknemer die moet in dienst zijn geweest op 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2022. Ja. Het dienstverband wat hij heeft op 1 januari 2022, dat geldt. Nou, stel dat hij op dat moment een dienstverband heeft van 20 uur. Dan wordt de uitkering 20 gedeeld door 38 maal €500. Ja, precies. Zo kun je dat uitrekenen. Ja. Dus ook als het dienstverband hoger of lager was in het jaar 2021? Ja. Ja. Pijldatum is 1 januari 2022. Precies. Alleen in het geval dat je een dienstverband hebt met wisselende uren, dus zeg maar een oproepkracht, dan ga je wel kijken naar hoeveel je gewerkt hebt in 2021. Ja. En dan pak je dat als fractie, de ratio voor de €500. Ja, oké. En als ik het goed begrepen heb, dan moeten de medewerkers dus ook aaneengesloten in dienst geweest zijn over heel 2021. Ja, dat is in ieder geval de voorwaarde vanuit de CAO. Ja. Dan worden er ook vragen gesteld over hoe dat zit met uitzendkrachten. Kijk even naar jou, Peter. Hebben uitzendkrachten ook recht op die eenmalige uitkering? Ja, dat is een logische vervolgvraag. We hebben in de CAO-groep daar ook vaak over dat we primair een CAO afsluiten voor de glastuinbouw. Hè? En voor de werknemers in loondienst die in de glastuinbouw werkzaam zijn. Het is natuurlijk met 72% flexarbeid in onze sector. Logisch dat je veel uitzendkrachten hebt en logisch dat je het hier ook over hebt. Het is alleen zo dat 1 januari is 1 januari. En 3 januari is de CAO voor de uitzendkrachten veranderd, hebben wij begrepen. Want we hebben die vraag naar aanleiding van alle vragen die binnenkwamen ook bij de ABU neergelegd en bij de MBBU. Hebben we gevraagd, hoe verhoudt zich dat nou tot die afspraak die we hebben gemaakt? En die hebben ook aangegeven dat op 3 januari is de inlenersbeloning veranderd door de wijziging of door de nieuwe CAO. En dat betekent dat die €500 eenmalig, die ook wel de link heeft natuurlijk met 2021. Niet en geen onderdeel uitmaakt van de inlenersbeloning. Ja. Nou kan je daar natuurlijk wat van vinden. Als je een jaar lang dezelfde mensen al in loondienst en dezelfde mensen als uitzendkracht hebt werken, dat je als werkgever daar een beslissing over neemt dat je dat alsnog wel wilt doen en wilt toekennen. Maar dat is aan de ondernemer. Ja. En die kan dan met zijn uitzendbureau daar afspraken over maken hoe die daarmee omgaat. Ja. Dus maar formeel sluiten we voor de glastuinbouw een CAO af, voor onze werknemers. Ja. En moet er altijd worden gekeken hoe het dan in een andere CAO is geregeld. Ja. En dat is op 3 januari veranderd. En daar valt die eenmalige dan net buiten. Ja. Dus als ik het mag samenvatten, dan ben je niet verplicht om die eenmalige uitkering aan de uitzendkrachten te verstrekken. Maar je kan er uiteraard wel voor kiezen om dat te doen. Nou, even heel formeel. De werkgever kiest er niet voor. Die kan tegen zijn opdrachtgever zeggen, uitzendbureau, ik wil dat die mensen het ook krijgen. En dan is het de uitzendbureaus werkgever die dan het betaalt. Ja. En dan waarschijnlijk in het tarief verwerkt. Ja, dus de inlener en het uitzendbureau hebben daar onderling natuurlijk gesprekken over of zij dat gaan doen of niet. Ja, oké, dat is helder. Dan wordt er ook de vraag gesteld hoe het met scholieren zit. Hebben die ook recht op de eenmalige uitkering van €500? Ja, scholieren, alle werknemers werkzaam bij ons hebben recht op die €500. Behalve die groep die meer verdient als het SV-loon. Ja, oké. Ja. En ook bijvoorbeeld AOW-gerechtigde werknemers. En bijvoorbeeld medewerkers met een arbeidsbeperking. Die zijn dus niet uitgezonderd van die eenmalige uitkering. Nee.
Dan wil ik tot slot nog even verder gaan naar de reiskostenvergoeding. Zijn daar ook wijzigingen in overeengekomen? Ja, de tabel met de vaste bedragen die komt te vervallen. En er wordt gewoon aangesloten bij de fiscale onbelaste 19 cent. En die gaat gelden. De kilometers wijzigen dan eigenlijk niet. Vanaf 10 kilometer tot en met 26 kilometer enkele reis. Ja. En vanaf wanneer moet dit dan worden aangepast? Dat is allemaal 1 januari. 1 januari. Ja. Ja. Oké, helder. Dan is er nog een vraag die ook vooraf gesteld is door een van de deelnemers die ik nog graag even wil bespreken. En uiteraard kunnen er ook nog vragen via de chat gesteld worden. Dit is de laatste vraag over deze onderwerpen die nog is binnengekomen. De 500 euro eenmalige uitkering. Hoe werkt dat voor een medewerker die een contract van 42 uur bijvoorbeeld heeft? Moet het dan ook naar rato verhoogd worden? Nee, dat is een fulltime dienstverband en dat is 500 euro. Dus die 500 euro is het maximum. Dus ja. Zeg maar de contracten zoals we die kennen van 38, 40 of 42 als zijnde fulltime, daar is het allemaal 500 euro voor. Ja, oké, helder. Dan ga ik nog even kijken of er hier nog vragen zijn binnengekomen. Nou, een aantal vragen die we al beantwoord hebben. En nog één vraag die nog wel vrij specifiek is, maar die ik je nog wel even wil voorleggen, Ilse. De langdurig zieke medewerkers en de eenmalige uitkering. Wat kun je daarover vertellen? Dat zijn nog steeds werknemers. Dus het is wat dat betreft heel erg rechtlijnig interpreteren. Ook die hebben er recht op. Ja, dus als er 1 januari 21 en 1 januari 22 in dienst zijn, ja. Hebben zij recht op de eenmalige uitkering. Klopt. Oké, helder. Ja. Dan komt er nog een vraag binnen over de reiskosten. Hoe om te gaan met oude rechten? Dat hangt ervan af wat je hebt afgesproken. Op het moment dat jij hebt afgesproken dat je een bepaald bedrag aan reiskosten geeft, die hoger ligt dan de CAO, dan zal je die wel moeten blijven hanteren. Op het moment dat je gewoon de CAO volgt en daar geen nadere afspraken over gemaakt hebt, dan lijkt het mij dat je gewoon terug kan gaan naar die 19 cent. Ja, precies. Oké. Dan gaan wij door naar het volgende onderwerp van dit webinar. Dat heeft te maken met de vereenvoudiging en de wijzigingen in de toeslagen. Daar wordt ook uitgebreid aandacht aan besteed in het eindbod dat jullie hebben uitgebracht. Daar wil ik graag wat verder over inzoomen. Ilse, wat kun je over vertellen over wat er is afgesproken op dit onderwerp? Nou, het belangrijkste is dat we daarin een stukje wilden vereenvoudigen en ook een stukje ruimte wilden creëren om roosters te kunnen afspreken tussen werknemer en werkgever. Wij hebben in de nieuwe CAO komt eigenlijk de afspraken van het reguleren, het standaard rooster, komen volledig te vervallen. En er komt één toeslagenmodel voor zowel mensen die werken in het jaarurenmodel als mensen die werken volgens het reguliere rooster. Ja. En je zegt dat het reguliere rooster komt eigenlijk helemaal te vervallen. Wat betekent dat dan precies? Nou, het reguliere rooster komt niet te vervallen, maar wel de toeslagen. Oké. Nou ja, dat betekent dat de daar genoemde toeslagen, om een voorbeeld te geven, bij het reguliere rooster, die kenden geen overwerktoeslag van 50%. Ja. Die gaan ze nu wel kennen. Ja. Dus dat is gewoon, het wordt hetzelfde als we gaan afspreken of we hebben afgesproken bij het jaarurenmodel. Ja. Dus je kan nog wel werken met dat standaard rooster, reguliere rooster. Ja, precies. Ja. Dus het is niet zo dat je daar nu wijzigingen in moet aanbrengen of nieuwe afspraken moet maken met je medewerkers. Nee. Het gaat puur om de toeslagen en dat wordt gelijk getrokken. Ja. Ja. In het eindbod stond ook een nieuwe toeslagentabel volgens mij. Ja. Die zal zo ook even in beeld verschijnen met een aantal kleurtjes. Kun jij daar wat over toelichten, Ilse? Ja, er zijn een heleboel kleine wijzigingetjes in. Dus ik pak even dan de grootste in de onregelmatigheid. Daar kenden we eigenlijk twee toeslagen. Eentje van 35% en eentje van 50%. Ja. En die 35% dat was maar voor een klein aantal uren. En voor het reguliere rooster op de zaterdag. Die vervalt. Ja. Dat betekent dat er voor onregelmatig nog maar één toeslag geldt. En dat is 50%. Ja. Wel is het rooster verruimd. Die is een uur langer in de avond. Ja. En de zaterdag is er volledig bijgetrokken. Dus het toeslagvrij werken op de zaterdag, dat is nu van 6 tot 3 uur. En die geldt zowel voor de mensen in een regulier rooster als voor de mensen in het jaarurenmodel.
Ja, precies. Dus aan de hand van de bedrijfstijden, waar dus wat wijzigingen zeg maar in zijn, kun je bepalen wanneer er recht is op die onregelmatigheidstoeslag. Ja. En dat is ook wat je hier volgens mij met de kleurtjes ziet. Dat zijn de blauwe uren, hè? Ja, de blauwe uren zijn inderdaad de onregelmatige uren waarbij je 50% moet betalen. Ja, precies. Ja. Dus de voor het werken op zaterdag, daar zit er dus een wijziging nu in, als ik het goed begrijp. Ja. Oké. In het eindbod staan ook een aantal definities omschreven. Onder andere over overuren, meeruren en onregelmatige uren. Nou, die laatste hebben we het ook nu uitgebreid over gehad. Wat kun je nog vertellen over die overuren en die meeruren? Ja, de bedoeling daarvan is dat we dat wat nauwkeuriger wilden definiëren, omdat er wat onduidelijkheid was over wanneer je overwerktoeslag zou moeten betalen. En nu wordt het wel iets complexer, maar de mensen die werken in het jaarurenmodel, die kunnen natuurlijk in een week meer werken, meer uren maken. Dat betekent niet dat daar een toeslag voor geldt. Dat weet je pas op het moment van afrekenen. Nou, dat moet minimaal één keer op een jaar. Als je dan uren eigenlijk overhoudt, dan is daar de toeslag voor geldig. Ja. Maar ook voor parttimers. Dat bleef onduidelijk, dus dat hebben we beter willen definiëren. Parttimers, die, nou, noem een voorbeeld, die hebben een contract van 20 uur. Ze werken er 22. Dan hebben ze 2 meer uren. Maar die komen niet in aanmerking voor toeslag. Ze komen pas in aanmerking op het moment dat het boven de 38 uur is. Dan pas krijgen ze die 35%. Ja. Dus de bedoeling is niet om heel nadrukkelijk daar wat in te wijzigen, dat is ook niet gebeurd, maar wel om het wat eenduidiger op te schrijven. Ja, dat je duidelijker kan definiëren wanneer iets een meeruur is en wanneer iets een overuur is. Ja, precies. En eigenlijk bekijk je die overuren pas op het moment dat je gaat afrekenen in het jaarurenmodel. In het jaarurenmodel doe je dat pas op het moment dat je gaat afrekenen. Ja. In een reguliere rooster is dat natuurlijk per loonperiode. Ja, exact. Het jaarurenmodel wordt in het eindbod omschreven volgens mij als plus-min rooster, als ik het goed zeg. Daar komt een naamswijziging Nou, dat is een klein beetje de vraag nog. Dus daarvoor zullen we de definitieve tekst moeten afwachten. Want wij willen wel aan blijven sluiten bij de wet en dan met name rondom het minimumloon. En het zou kunnen zijn dat we het alsnog wel het jaarurenmodel noemen. Maar als we het over uren gaan hebben, dat we dan wat uniformer gaan zijn. En dan zullen we het hebben over plusuren en minuren. Ja, precies. Dus daar zit de vereenvoudiging ook in de tekst die jullie proberen te maken. Oké. Er wordt ook gesproken over de ingangsdatum van het jaarurenmodel, plus-min rooster. Mm-hmm. Dat kan ook op meerdere momenten nu gaan starten of op andere momenten dan voorheen was. Je kan het jaarurenmodel starten elke maand in plaats van één keer per kwartaal in de oude cao. Moet dit schriftelijk vastgelegd gaan worden. Dat het transparant is voor en iedereen, dus ook voor de werknemer, in welk model die nou werkt. Ja. Nou, heeft hij geen melding van een jaarurenmodel, dan werkt hij automatisch in het reguliere model. Ja. Overigens kennen we meer modellen. Hè? Ja, dat wil zeggen, we hebben een ploegenrooster natuurlijk. Dat blijft gewoon bestaan ook. Ploegenrooster blijft bestaan. Glastuinbouw Plus blijft bestaan. Weekploegen blijft bestaan. Ja. Dus daar verandert niets in. Nee, daar verandert niks in. Nee. Maar alleen het komt dus eenvoudiger en logischer op papier. Als het goed is aan jullie de taak. Ja. Ja. Toch? Oké. Er komen bij de werkgevers zijn ook wel regelmatig nu vragen binnen over van bijvoorbeeld de werkweek van 42 uur die je in de oude cao mocht overeenkomen. Mag dat ook gewoon nog in de nieuwe cao? Daar is niets in veranderd, dus fulltime is 38, 40 of 42. Ja, dat mag nog steeds. Dat mag nog steeds. Ja. En er wordt ook gevraagd, dan is het nog steeds mogelijk om te plussen en minnen, zoals stond het in de oude cao, tot 45 uur per week. Zijn daar zaken in gewijzigd? Ik snap even niet of dat je mocht plussen tot 45 uur in de week. Volgens mij ging dat ook over toeslagen. De nieuwe toeslag van 50% als je meer werkt in een week dan 45 uur, dat wordt nu vanaf 48 uur. Dus tot 48 uur. En het zijn overwerkuren, is het 35%. Ja. Boven de 48 is het 50%. Ja, precies. Oké. Ja, dus daar zit ook enige rek zeg maar in, is daar ontstaan. Ja. Dan komt er een vraag. Sowieso komen er heel veel vragen binnen via de chat. Die kunnen we ook niet allemaal nu beantwoorden. Dus dat zal ik ook wel eens voor de kijkers thuis meegeven. We proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. De vragen die we niet aan bod kunnen stellen, zullen we of
ja, één op één met de vragensteller bespreken. Of we wellicht ook opnemen in de FAQ-lijst die we ook op onze website hebben gestaan. Met de veelgestelde vragen. Dus dat even ook om aan te geven. Er komen ook nog wat vragen binnen over het eerste stuk. Over de loonsverhoging en de uitkering. Ik stel voor dat we die heel eventjes nu naar achteren schuiven. Dat we even het stukje over toeslagen afronden. Ja. Maar daar zijn ook vragen over. Er wordt gevraagd van, is er wel nagedacht over de impact die de toeslagenaanpassing met terugwerkende kracht heeft? Want is het inderdaad met terugwerkende kracht? Vanaf wanneer geldt dit? Alle wijzigingen die gelden, behalve het loongebouw A en B, die gelden vanaf 1 januari. Er is in januari, hebben wij natuurlijk het eindbod gepubliceerd. Dat was al een vrij helder wat er stond te gebeuren. Natuurlijk heeft dat impact als je dat met terugwerkende kracht moet corrigeren. Maar het zal moeten gebeuren, tenzij het ten voordele is van werknemer. Dan kan je natuurlijk ook afvragen of dat je dat moet gaan doen. Ja, precies. Dus als je, laat ik even die zaterdag als voorbeeld nemen. Ja. Als je daar nu een toeslag voor betaald hebt, kun je er ook voor kiezen om dat nu zo te laten voor de maanden die al geweest zijn. Ja. En dan vanaf het moment waarop je het wel kunt inpassen in je administratie, het vanaf dan te gaan toepassen. Ja. Dat is wat je bedoelt. Ja, dat is wat ik bedoel. Kijk, ja. Wij hebben een minimum cao, dus meer mag altijd. Ja. Ja, oké. Okay. Dan gaan we nog even kijken naar de... Ja. 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 Heb je aanvulling, Peter? Stoor je niet aan ons. Nee. ga ik even kijken naar de vragen die we ook vooraf al binnen hebben gekregen. En is bijvoorbeeld ook nog een vraag gesteld over de zondag. Je noemde net al de glasnaamwel plusregeling. Nou, dat heeft natuurlijk betrekking op het werken op zondag. Iemand vraagt, wat is structureel werken op zondag? Moet je dan iedere week werken, iedere 2 weken, iedere maand? Dat verandert niet ten opzichte van de oude cao. Ik heb niet helemaal paraat welke regels er zijn. Maar in ieder geval moet je dat afgestemd hebben met je met je werknemersvertegenwoordiging. Dus ja. Een PT of een OR die je hebt. Dus je kan niet zomaar willekeurig zeggen. En nu hebben wij de glastuinbouw plus regeling. Nee, precies. Maar dat kon al niet. Nee. We hebben daar gewoon helemaal niets in gewijzigd. Daar is niets in gewijzigd. Nee, dus je moet op dat vlak sowieso al afspraken maken. Ja. Dus dan is in die zin die structuur misschien ook al wel duidelijk, omdat je dat al besproken hebt. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, de overige vragen die ik hier op het lijstje heb staan, die hebben we gaandeweg ons gesprek ook al aan de orde gehad. Zijn er wat jullie betreft nog meer zaken over de toeslagen die vermeld moeten worden voor onze kijkers thuis? Of is dit de samenvatting van de nieuwe afspraken? Nou, er is er misschien nog wel één. Dat was toch wel een uitdrukkelijke wens van werknemers die dat hebben aangegeven bij hun eigen onderneming. Met name de internationale werknemers die willen nog wel eens wat langer naar huis. En daarvoor, dat kon eigenlijk niet. Ja. Omdat er maar 4 weken van 0 uur mogelijk was. Ja. Daar hebben we nu een afspraak over gemaakt dat wel kan. Dat moet natuurlijk wel op verzoek van de werknemer zijn. Dus dat kan niet willekeurig. En dat moet je even schriftelijk vastleggen. Maar dan is dat gewoon mogelijk. Dan is dat mogelijk. Ja. Oké, okay, helder. Hier zijn geen nieuwe vragen over binnengekomen. Dan wil ik zoals gezegd nog even weer terug naar de eenmalige uitkering en de loonsverhoging. Iemand vraagt even ter controle. Hoor ik het nu goed dat de €500 eenmalige uitkering niet geldt voor medewerkers die meer dan het SV-loon verdienen? Ja. Dat klopt, hè? Dat klopt. Ook dat is heel rechtlijnig. Die worden uitgesloten van hoofdstuk 4 in de cao. Ja. Om het dan maar even formeel te zeggen. En ja. Hoofdstuk 4 staat alles over loon in. Ja. Loonsverhogingen en ook de eenmalige. Daar uitkering. Komt ook de eenmalige in. Ja, oké. Okay. Neemt niet weg dat je... Wel mag geven. Wel mag geven, hè? Ja. Als je gewoon consequent zegt van oké, al mijn medewerkers... En ik wil geen herrie op de vloer. Ja. Dan mag dat natuurlijk wel. Ja. En dan nog een vraag. De medewerkers die uit dienst zijn gegaan op 31 december 2021... hebben zij dan nog recht op de eenmalige uitkering? Tot en met. Als zij op 1 januari niet meer in dienst zijn... Nee. 1 januari is het pijlmoment. Pijldatum, ja. 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 En dat, ik denk dat daar misschien ook wel een beetje hetzelfde voor geldt... zoals we net zeiden. Dat is de formele regel... Ja. Als je het gevoel hebt dat je dat anders zou moeten doen, dan kan dat. We hebben daar wel steeds over gehad, over al die uitzonderingen. We hebben gezegd van nee, de pijldatum is 1 januari. Ja. En laten we daar met elkaar ook bij houden. Want op iedere
regel is een uitzondering en ja. Je krijgt iedere keer nieuwe grenzen. Ja. Dus het maakt het alleen maar onduidelijker. Ja, precies. Ja. Ik refereerde net al even aan op onze website en op de website van Glastenbouw Nederland en Planten. Er staat ook een lijst met veelgestelde vragen. Daar zitten ook nog een aantal weer van die verbijzonderingen in van dit soort situaties. Dus ook voor de mensen die kijken en daar vragen over hebben, is het misschien ook goed om die er even bij te pakken. Daar worden ook al een heleboel van dit soort zaken nog weer besproken. Ook een aantal vragen die betrekking hebben op fiscale aspecten. Hè, en daarin adviseren wij ook, neem dan zoveel mogelijk contact op met je eigen accountant of boekhouder. Ja. Ja. Die op dat stuk met name zit. Wij zijn hier voor het arbeidsvoorwaardenstuk. Ja. En natuurlijk hebben we kennis van de consequenties, maar probeer het ook met je eigen adviseur daarin. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, over WKR hebben we het. Met name die fiscale zaken, ja. Ja, precies. Ja. Ik zie dat er nog één vraag komt, dus die ga ik nog even nu eerst doen. Is de loonsverhoging ook, deze hebben we net aan de orde gehad, maar ik stel hem nog even één keer aan jou, Ilse. Is de loonsverhoging nou wel of niet van toepassing voor mensen met een hoger loon dan het SV-loon? Niet. Hij is niet van toepassing, hè? Nee. Nee. En ook deze vraag hebben we in de FAQ opgenomen, staat daar ook in. Dus kijk daar even goed naar. Kijk ook even goed naar artikel 2 van de CAO. Daarin is dat ook vastgelegd en zal dat ook in de nieuwe tekst dus weer terug te lezen zijn. Ja, overigens is dat rondom dat SV-loon ook niet gewijzigd, hè? Dat was al zo. Precies. Ja. Was ook in de vorige CAO. Ja. Ja, oké. Okay. Dan wil ik graag verder gaan naar de overige afspraken die in de CAO gemaakt zijn. Ik heb het al een aantal keer genoemd in het eindbod. Er staan een heleboel zaken omschreven. Puntsgewijs willen we nog een paar belangrijke zaken even nalopen. Dat ga ik met jou bespreken, Peter. Welke zaken uit het eindbod verdienen nog wat nadere toelichting? Nou, een hele belangrijke, dat is de PAWW. Iedereen die het begrip kent weet waar het over gaat. Er is een hele, hele forse discussie geweest, omdat heel veel van onze leden aangeven, ook in de commissie, dat werknemers naar hun toe komen en zeggen, ja, wat moeten wij nou met een inhouding, waar moeten wij dat geld afdragen van ons? We hebben er niks aan, die regeling, we willen dat niet, maar het wordt ingehouden, jij moet het afdragen. Dus werknemers werden ook boos op onze werkgevers. Ja. Onze leden hebben gezegd van ja, wij kunnen er niks aan doen. Dat is een afspraak die gemaakt is. Vakbonden willen dat. Dat is op centraal niveau ook aan de orde geweest. Ja. Dus wij hebben dat ingebracht in het overleg. Ook in het overleg met de vakbonden. En omdat de deelname in de SPAWW van onze sector per 1 oktober in feite eindigt, moesten wij een besluit nemen of wij die deelname in die regeling wilden voortzetten. 1 oktober 2022. 2022, ja. En wij hebben daar met de vakbonden natuurlijk hele indringende gesprekken over. Omdat de vakbonden per definitie die regeling ook willen voortzetten. En wij ook willen uitgaan van wat de werkgevers met hun werknemers naar voren brengen bij ons. Ja. Dus daar zat spanning. Ja. Daarover hebben we heel erg lang met elkaar gesproken. Op zich is het niet een formeel aspect van de CAO zelf. Nee. Maar het werd er wel mee in band gebracht. En daardoor liep dat overleg ook heel stroef. Ja. We hebben ook binnen LTO Nederland, de LTO-familie zoals we dat noemen, ook aan de orde gesteld. Want het geldt ook voor open teelten, geldt ook voor dierhouderij, geldt ook voor een aantal andere sectoren nog. En daar hebben we van gezegd van ja, wij zeggen formeel deelname aan de PAWW per 1 oktober 2022 op. Ja. Dus dat betekent ook dat de werkgevers geen klein percentage van het loon meer hoeven in te houden en hoeven af te dragen aan de stichting. Ja. Wat we wel hebben gedaan, LTO Nederland breed en wij als Glastenbouw Nederland als onderdeel daarvan ook, is dat we de vakbonden hebben aangeboden om wel een enquête te doen onder alle werknemers in de sector. Dus niet alleen de leden van de vakbonden, maar alle werknemers in de sector, om te kijken wat zij daarvan vinden. Dus dat we dat paritair, zoals dat dan heet, werkgevers en werknemers samen onderzoeken. Ja. Er zijn ook heel seizoenskrachten die maar tijdelijk in sector werken, tijdelijk in Nederland zijn zelfs, en die ook afdragen, maar voor hun rechten daar nooit iets mee zullen gaan doen. Maar het moet wel worden ingehouden. Ja. Dus wij hebben daar heel erg lang over gesteggeld en we hebben gisteren daar een vervolggesprek over gehad met de vakbonden, ook sectoraal breed, ook in de fase dat we toegaan naar een enquête. Vakbonden hebben daarop ingestemd. Ja. En we zitten nu in de fase van het gesprek met de vakbonden om een enquête richting de werknemers uit te zetten, waarbij nu alvast een oproep wordt gedaan, ook aan onze leden, om die enquête zoveel mogelijk onder de werknemers te verspreiden. En daar ook de toelichting bij te geven waarom die regeling is en wat het is. De vakbond heeft een tekstvoorstel gemaakt. Wij hebben commentaar hier dat. Ja. Dus dat komt eraan. Ja. Dus wees daar alert op als werkgevers. Dus dan is het verzoek, als die enquête er is, dat onze werkgevers die doorsturen onder de aandacht brengen aan hun eigen werknemers. Ja. Met het verzoek om te laten weten hoe zij naar die PAWW kijken. Ja.
Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus hoe meer werknemers, hoe meer gewogen. Ja. We hebben nog een discussie gehad, moet je dat nu doen? Omdat een deel van de seizoensarbeiders, met name voor de open teelten geldt dat, maar een beperkte periode komen en in mei, april, mei er zijn. Die zijn er nu nog niet. Ja. Dus dan krijg je ook een vertekend beeld. Dus daar ging het ook om. Ja. Want de enquête wordt dan sectorbreed uitgezet, niet alleen in de glastuinbouw. Nou, dat is nu nog het punt van discussie. Okay. Of de open teelten hierin mee kan, omdat wij een fasevoorsprong hebben in het proces. Ja. Maar goed, we proberen dat wel. Maar goed, dat is nog een discussie. Dus dat PHWW is een belangrijke. De verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen, die was 5 jaar in onze CO. Daar hebben we een afspraak over gemaakt om die terug te brengen naar 2 jaar. Ja. Niet om te pesten, maar ook wel om te stimuleren in het kader van goed werkgeverschap. Dat je natuurlijk niet een hele buffer aan vrije dagen moet opbouwen. Ja. Voor de werkgever niet makkelijk, ook financieel niet. Plus dat je gewoon als werknemer ook je vrije dagen moet opnemen. Dus die hebben we teruggebracht. Vakbonden hebben wel een aantal waarborgen gevraagd. Zorg als werkgever dat je goede administratie hebt van welke dagen nou onder welke regeling vallen. Ja. Dat ze niet zomaar kwijt zijn. Nee, precies. En de bewijslast als je dagen wil weigeren ligt ook bij de werkgever. Ja. Nog een belangrijke regeling, hadden we net nog even zaten we over te lachen. Zeg, let op dat je het goede zegt. Op grond van de wet arbeidsmarkt in balans is geregeld dat je na 12 maanden als werkgever de werknemers een vaste jaarurenomvang moet aanbieden. Ja. Niet een vast contract, maar een vaste jaarurenomvang. Aan de oproepkrachten. Aan de oproepkrachten. Mensen met een wisselend patroon werken. Ja. Daar hebben we de afspraak van gemaakt dat dat niet geldt voor de studenten, scholieren en de vakantiekrachten. Ja. Dus dat is wel een belangrijke afwijking. Van de wettelijke, van de wet arbeidsmarkt en balans. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dit zijn een paar belangrijke zaken die vermeldenswaardig zijn. Ja. Ja. Dan zijn er volgens mij ook nog protocolafspraken gemaakt. Ja. Nou, zit volgens mij ook in iedere CAO. Zijn er nog zaken die je daarop wilt toelichten? Of zaken van je zegt, dat gaan werkgevers binnenkort merken dat wij hiermee aan de slag gaan? Ja, er is wel één belangrijke waar wij hebben in de glastuinbouw. Kas groeit, we hebben Stiegas, we hebben seniorenregeling, we hebben de werkgeverslijn, land- en tuinbouw. Allemaal initiatieven in het kader ook van duurzaam inzetbaarheid. Hè? Opleiden. Gezond en veilig werk, eerder stoppen met werk. We hebben ontzettend veel initiatieven. En rondom het nieuwe pensioenstelsel zijn sociale partners, werkgevers en werknemersorganisaties op sectorniveau in de gelegenheid gesteld om te kijken of zij nog aanvullende regelingen willen. En wij hebben als werkgevers gezegd, van ja, voordat we weer iets nieuws gaan verzinnen, laten we eerst eens kijken wat er is. En laten we ondernemers gaan vragen en werknemers wat ze ervan vinden wat er is. Of er witte vlekken zitten. Of dat we aanvullend nog dingen moeten doen. Ja. En dat we dan met elkaar terugkomen van dat we wellicht iets aanvullends gaan doen. Ja. Maar het kan zijn en het zal zijn, werkgevers zullen daar wellicht al iets van gemerkt hebben, dat we een onderzoek gaan doen in het kader van duurzame inzetbaarheid, zoals dat dan heet. Ja. Met dat doel. Ja. Kijken wat er nog nodig is. En als er dan nog iets nodig is, dan willen we kijken eventueel naar wat de wetgever, de overheid aan ons aan ruimte biedt en om nog aanvullende regelingen te maken. Maar voorhand vinden wij dat er genoeg is. En vinden we vooral dat er meer gebruik moet gemaakt worden van wat er is. Ja, dus ook het wordt in kaart gebracht en gekeken waar, zoals jij dat mooi zegt, de blinde vlekken zitten. Ja, ik weet niet wat blinde vlekken zijn, maar witte vlekken. Witte vlekken, ja, precies. Ja, dus dat wordt in kaart gebracht. Dat wordt in kaart gebracht. Ja, dat wordt in kaart gebracht. En een belangrijke, dat is ook een hele belangrijke. Heel veel werkgevers die geven aan dat dat CAO-boekje niet meer bijna ondersteunend is, omdat het zo ingewikkeld is. We hebben een enquête gedaan voorafgaand aan het gesprek met de vakbonden. Toen heb ik gevraagd, via onze netwerken, kan je eens aangeven van welk rooster je gebruik maakt. Ja. En ik heb heel veel werkgevers aan de lijn gehad van ja, het is wel heel erg ingewikkeld welk rooster het nou is. Ja. Dus we hebben afgesproken met de vakbonden dat we echt dit jaar naar de nieuwe CAO stappen gaan zetten om een hele grote vereenvoudiging van dat boekje te maken. Dat het ondersteunend is en het lijkt er naar uit te zien dat we zeggen, nou, alles wat je vaak gebruikt, dat heb je handzaam bij elkaar. En alles wat minder handzaam is, dat komt in een apart boekje te zitten. Ja. Dus we hebben nog wel meer afspraken, maar ik denk dat dit twee belangrijke afspraken zijn. Ja, en nu, we hebben het al een paar keer over gehad, van dat wordt in de nieuwe CAO-tekst vastgelegd. Dat is iets waar jullie nu ook mee bezig zijn, volgens mij. Ja. Kun je een indicatie geven wanneer die nieuwe CAO-tekst gereed zal zijn? Nou, we hebben gisteren een tweede overleg gehad. Redactieoverleg, zoals we dat met een mooi woord noemen. Dat gaat heel voorspoedig. We hebben vorige week een eerste gehad. Afgelopen gisteren dus een tweede. En volgende week een derde. Ja. En het ziet er naar uit, ook met ondersteuning van het bureau, dat wat we hebben daarvoor, ik denk volgende week ook afkomt. Ja. En dat de teksten maken we ook gelijk nu passend. Dus
Stel dat het 1 maart, 15 maart klaar is, hoop ik, hopen we. Ja. Dat hij dan naar het ministerie, dat hij aangemeld kan worden dan. Ja. Met het verzoek om algemeen verbinden te verklaren. Betekent dat ook niet leden aan de CAO gebonden worden. En dan een doorlooptermijn van 8 weken. Ja. Dat je, laten we ons richten op 1 mei, ja, dat we een algemeen verbindend verklaarde CAO hebben. Ja, want als de tekst klaar is, wordt die aangemeld en daarna duurt het de termijn van AVV, die duurt dan altijd minimaal 8 weken. Ja, ja. Maar wij gaan uit van 8. Ja. Ja, dat hebben we niet in de hand. Dat hebben we niet in de hand. Ik ben optimist. Nee. Ja. Maar korter dan 8 duurt hij niet. Nee, precies. Nee, maar dat, soms denken mensen van als die dan 1 keer klaar is, dan is die ook gelijk algemeen verbindend verklaard. Maar nee, die 8 weken zitten we sowieso aan vast. Ja, 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 ja. Worden er ook nog nieuwe CAO-boekjes gedrukt? Die vraag komt ook binnen. Ja, we hebben dat nu ook niet gedaan laatst. Maar we hebben gisteren in het overleg met de vakbonden gezegd dat we dat graag willen. Vooral ook omdat we een hele verandering van het CAO-boekje gaan krijgen. Je zit sowieso nu al met deze afspraken een periode 2021... waar andere afspraken gelden dan voor 22. Ja. Nou moet je niet voorstellen in een boekje dat je dat op papier hebt. Hè. Dat gaat niet werken. Nee. Dus je moet in september, nou eerder al waarschijnlijk weer opnieuw in overleg rondom een nieuwe CAO. Dus wat ons betreft, maar dat moeten we ook met de vakbonden nog overeenkomen, houden we het bij een digitale versie in Nederlands en een paar talen, zoals we dat afgelopen keer ook netjes hadden. Ja. En dat we het daarbij laten. En zo snel mogelijk met veranderingen komen en ingaande 1 januari... het liefst voor 1 januari gewoon een prachtig, mooi, schoon, gezuiverd boekje hebben. Wat toegankelijk is en echt ondersteunend en bruikbaar. Ja, oké. Dat is helder. Dan gaan wij zo langzamerhand naar de afronding van dit webinar. Ik zie dat er nog een aantal vragen zijn binnengekomen. Dus die wil ik nu nog eventjes bij jullie aan de orde stellen. En het zijn verschillende onderwerpen, dus ik ga ze gewoon aan jullie stellen. De zaterdagtoeslag. Iemand zegt, de toeslag op de zaterdag is weggevallen. Hoe moeten we een reguliere werkweek nu zien? Kan de zaterdag ook toegevoegd worden aan een reguliere werkweek? Ja, maar dan heb je het over een roosterwijziging. En een roosterwijziging die moet je wel met een personeelsvertegenwoordiging of een OR bespreken. En die moeten akkoord zijn. Ja, dus je zegt, want het is niet per definitie dan nu een standaard werkdag geworden. Dat moet je wel overeenkomen. Dat met... moet je overeenkomen. Ja, precies. Met die werknemer. En als je dat gedaan hebt, dan is dus uren zeg maar binnen de bedrijfstijd. Dat zou dan tot de reguliere werkweek kunnen gaan behoren. Ja. Even kijken. Nu zegt iemand. Hoe tel je of een medewerker een jaar werkzaam is? Tel je dan op basis van de duur van de dienstverband of op basis van de maanden die daadwerkelijk zijn gewerkt? Ik denk dat dat betrekking heeft op de eenmalige uitkering. Deze vraag, het staat er niet bij. Ik zou uitgaan van, maar goed, dat is primair van het dienstverband. Duur van het dienstverband. Ja. 1 januari 21, ja. 1 januari 22. Ja. Wel zo eenvoudig. Ja, ja. Nee, maar zo staat hij ook. Ja, het dienstverband. Ja. Ja, precies. Dan komt er nog een vraag over de overschaling van loongebouw A naar loongebouw B. Even een checkvraag weer. De persoonlijke toeslag die is dus vrijgesteld van een CAO-verhoging, een toekomstige CAO-verhoging. Ja. Daar zei jij iets over. Ja. Klopt, hè? Klopt. Ja. Ja. Nou, en dan lijkt me dit een mooie afrondende vraag. Die ga ik aan jou stellen, Peter. Wanneer beginnen de onderhandelingen voor de nieuwe CAO? Ik dacht dat je nog een andere vraag ging stellen. Ja. Ik denk, nou ja, wanneer beginnen die? Ik denk dat de sfeer zoals ze nu in het onderling overleg met de vakbonden is. We hebben protocolaire afspraken, daar wordt aan gewerkt om daar weer invulling aan te geven. Ik denk dat we met elkaar wel geleerd hebben dat we niet te lang CAO-tijdloos moeten zijn. CAO-loos in een tijd moeten zijn. En dat we dat je juli, augustus, nou, juli, augustus, september, dat je wel weer gaat zitten. Wat ga je doen? Want inhoudelijk hebben we de afgelopen jaren zoveel gesprekken gehad over vereenvoudiging. Daar ga je nu inhoudelijk mee beginnen. Yeah. We hebben zoveel wijzigingen zitten in roosters en toeslagen. Dat ik denk dat de aanstaande onderhandelingen vooral gaan over het tarief. En niet over nog heel veel andere inhoudelijke dingen. Er zullen nog een paar dingen zijn, maar dan zal dat beperkt zijn, denk ik. Ja, oké. Dan mijn afrondende vraag, want jij verwachtte inderdaad nog 1 vraag. Dit was de laatste vraag van onze kijkers. Jullie hebben gesproken over het organiseren van fysieke bijeenkomsten. Ook om nog weer na de voorlichting te geven over al deze wijzigingen. Wat kun je daarover vertellen? Nou, ontzettend belangrijk dat er gewoon fysieke contacten zijn. De werkgeverslijn organiseert al jarenlang regionaal voorlichtingsbijeenkomsten. Nou, daar ben ik ook bij een groot aantal geweest.
En daar komen de ondernemers toe en dan krijg je gewoon een hele andere dynamiek in een zaal als het gaat om vragen en situaties, wat heel veel duidelijkheid geeft. Ja. Dat is één. Het tweede is het ontzettend belangrijk dat er contact is, vinden wij, tussen de verenigingen en de leden op dit soort onderwerpen. Dat het ook overleggen zijn, momenten zijn waarin je elkaar treft op deze onderwerpen. En een derde die erg belangrijk is, is ook dat de leden in een gebied zien welke ondernemers uit hun gebied in zo'n overleg zitten. Dus wij proberen ook de ondernemers die in onze ondernemersgroep zitten te vragen zoveel mogelijk bij die regionale bijeenkomsten aanwezig te zijn om ook dat contact te hebben met elkaar. Want dat is wel heel wezenlijk voor dit soort afspraken die je met elkaar maken. Zonder draagvlak kan je dit niet doen. Dus nee. Ik denk dat we... En wat nog belangrijk is, is de rol van onze regio-mensen. Vanuit Glasnamen Nederland hebben we ook regio-coördinatoren. Die krijgen hier ook een belangrijke rol in samen met jullie. Hè. We hebben jullie gevraagd als werkgeverslijn Land en Tuinbouw om het initiatief te nemen. Onze regio-mensen krijgen daar dan ook een rol in. Ik denk dat het ook goed is dat de regionale land- en tuinbouworganisaties daar een rol bij hebben. Ook vanuit de rol die ze in dat gebied hebben. Dus het zijn ook gelijk mooie ledenbijeenkomsten, ja, waar je met elkaar het overleg en het contact hebt. Ontzettend, ja, belangrijk en noodzakelijk ook voor dit soort dingen. Want anders, ja, wordt het heel erg theoretisch. Moet, ja, precies. Moet ook heel praktisch, ja, zijn. Ja, en als we natuurlijk iets verder in de tijd zijn, dan is die tekst ook klaar. Ja. Dan hebben we die ook, ja, bij de hand bij, ja, het bespreken van de situaties uit de praktijk. Dus tweede helft april of maart, april, denk ik dat het kan. Ja, dat we in het land zal moeten gaan zijn. Doen. Ja, ja. Oké. Okay. Dan gaan wij daarmee afsluiten. Dan wil ik jullie heel hartelijk danken voor jullie inbreng vandaag bij het webinar en bij het beantwoorden van de vragen van onze kijkers. Ik wil de mensen thuis uiteraard van harte bedanken en nogmaals weer even wijzen op de FAQ-lijst die op onze websites staat. Die zullen wij ook na het webinar van vandaag wederom gaan aanvullen en gaan bijwerken. Dus hou onze websites vooral in de gaten voor de meest actuele update. Daarnaast wil ik jullie er graag thuis nog even op wijzen dat er volgende week maandag 21 februari om 12 uur ook wederom een webinar wordt georganiseerd over de zogenaamde A1-constructies. Wat is het? Wat kun je er wel of niet mee als ondernemer? Welke risico's zitten eraan? Of is het juist een hele mooie oplossing voor? Nou ja, tekorten waar een heleboel van onze ondernemers mee te maken krijgen. Dus daar wijs ik jullie graag nog even op. Aanmelden kan ook via de website van de Werkgeverslijn en Glastuinbouw Nederland. Dus meld je vooral aan. Voor nu nogmaals heel hartelijk dank. Er komt zo nog een korte evaluatie in beeld als dit webinar is afgerond. Dat zijn 3 korte vragen. En wij willen jou vragen of jij dit voor ons in wil vullen om daarmee te laten weten hoe jij dit webinar hebt ervaren. Nogmaals dank en heel graag tot ziens.